Matthijssen Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis in Groningen. We werken met 29, 115 medewerkers, 150 specialisten en samen gaan we daarvoor voor de beste zorg. Het ICT wordt steeds belangrijker voor het Martini Ziekenhuis. Wij zijn online volledig digitaal gegaan. Dat betekent dat er geen papieren dossiers meer binnen het Martini Ziekenhuis zijn. En dat betekent dus dat de ICT daarin ook steeds belangrijker wordt. We hebben gekozen voor Axians als partner, omdat zij ten eerste in de regio zitten, kennis van zaken hebben en in de adviesgesprekken heel erg goed uit de bus kwamen. Onze belangrijkste eisen en wensen voor het traject wat we gedaan hebben met Axians waren dat we als visie zijn binnen ICT het reduceren van complexiteit hebben. De oplossing zoals we die gekozen hebben paste daar perfect in. De uitdaging waar wij voor stonden was het uitfaseren van de oude HP EVA storage. Die hadden inmiddels al een 6 jaar in gebruik. We maakten al in het ziekenhuis gebruik van HP Tripar en de uitdaging was van wat gaan we nu doen om dit uit te faseren. Samenwerken met Axians is goed verlopen. In het uitvoeringstraject willen wij als Martini veel zaken zelf doen. Dat we ook de impact op de zorg, op de afdeling kunnen inschatten. We hebben in een nieuwe situatie de complexiteit van de omgeving gereduceerd. Waardoor onze beheerlast ook naar beneden is gegaan. Dus voor de beheerders gemakkelijker om onderhoud aan de systemen te doen. Tevens zie je dat de doorlooptijd van de backup en het draaien van rapportages op de nieuwe omgeving vele malen sneller is. Waardoor gewoon iedereen hier profijt van heeft. Het project is binnen tijd, budget en scope uitgevoerd. Ook daarin heeft onze partner in dit geval goed meegedacht. Want door wat inruil van de oude hardware konden wij op dat moment wat meer scope uitvoeren die we in eerste instantie niet in het project hadden zitten. Als ik terugkijk op het project is het zeer succesvol verlopen. We hadden daar een zeer harde deadline op zitten. Die hebben we gehaald. Ook met de benodigde kwaliteit, want dat is voor de ICT binnen de zorg is dat zeer belangrijk. Hebben we dat ook op een juiste manier afgesloten.